Dag dames en heren, dit is In Gelderland van woensdag 7 november. Met vandaag de nieuwe kaart van Gelderland. Ik heb al zoveel regeringen met prachtige bestuurlijke hervormingen zien komen. Ze zijn geen van alle zijden uitgekomen. En deze ook niet. Lang leven het dorp. De woongemeenschap voor gehandicapten bestaat 50 jaar. Dag, veilige kaart. Veilige kaart. En zorgen om de thuiszorg. Het zijn mensen die zijn zo dolgelukkig als je komt. Die zijn zo aan je gehecht. Ja, je hoort gewoon bij de familie. Dit is Gelderland, zoals het er nu nog uitziet. Want als het nieuwe kabinet haar zin krijgt, dan bestaan er straks geen gemeenten meer met minder dan 100.000 inwoners. En dan kan zo'n gemeente als Roosendaal hier het echt wel vergeten. En ook de provincie is niet veilig. Want in de plannen van Samsom en Rutte lijkt het hen beter om te gaan naar 5 landsdelen. De vraag is dus, hoe gaat Gelderland er straks uitzien? Als het dan toch moet, dan kiezen Gelderlanders het liefst voor Overijssel als levenspartner. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van Omroep Gelderland en 1 Vandaag. 48% van de inwoners denkt er zo over. Brabant is tweede keus met 15%. Het provinciebestuur is er niet happig op. Het punt wat ik op dit moment zie, is dat wij heel goed samenwerken. Daar hebben wij niet per se die ene grote provincie voor nodig. Maar hoe moet het binnen onze provinciegrenzen? Hoe trek je grenzen en gaat er überhaupt iets veranderen? Gewapend met een kaart en een stift gingen wij langs bij 4 bestuurders in de provincie. Nou, dat is hem dan. Zoals de burgemeester van de kleinste gemeente, Roosendaal. Als u zegt een buitenwijk van Arnhem, dan beledigt u alle Roosendalers. De burgemeester van de 100.000 plus gemeente, Ede. Als je kijkt naar de schaal van Ede, een heel groot natuurgebied. Heel veel bedrijfsterreinen, een niveau van 110.000 inwoners. Eigenlijk een modelgemeente. Dick de Kloe, nu waarnemend burgemeester van Maasdriel. Maar hij stond vroeger als kamerlid aan de wieg van de herindeling van deze gemeente, die nu 24.000 inwoners telt. De ideale schaal van een gemeente bestaat niet. En provinciegedeputeerde Van Dijk. Niet verantwoordelijk voor herindelingen, wel criticaster van het plan. Nou, kijk, ik ben er geen voorstander van dit voorstel. Maar als het zo zou zijn, dan zou dat kunnen betekenen dat je zegt van, kijk, ik pak een kaart. En ik heb Culemborg en dan doe ik daar de gemeente Buren bij. En dan moet ik doorgaan om die 100.000 inwoners te halen. En dan ga ik helemaal door tot aan Opheusden. En dan heb ik hier, dit is 1. Dat is ongeveer 100.000. Dan heb ik de andere, dat is dan de gemeente Lingewaal, Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. Dus dan krijg ik een kaart die er ongeveer zo uitziet. En dan heb ik nog de rest van Rivierenland. En dan heb ik globaal 3 gemeentes. Groter worden, fuseren, samenvoegen, nieuwe grenzen trekken. Maar wie kiest wie? Ergens gloort de pot met goud. In Roosendaal. De afgelopen jaren prijkt in ieder jaar verslag een miljoenenoverschot. De kleine gemeente Roosendaal biedt met haar ruim 1500 inwoners dapper weerstand tegen de megafusiegemeentes. Inderdaad, 1500 inwoners. En dat zijn er geen 100.000. En dus is de vraag, wie denkt naar de hand van deze aantrekkelijke levenspartner? Misschien wel een aantrekkelijke partner, maar geen gewillige partner. We hebben inderdaad een behoorlijk financieel weerstandsvermogen. We doen ook geen gekke dingen. We kopen geen terreinen. Als we een nieuwe school bouwen, dan zorgen we dat die eerst gefinancierd is. Dus wat dat betreft ook typisch de jaren 50. Geen geld uitgeven wat je niet hebt. En dat is bij sommige grotere gemeenten wel eens anders. Dat is mooi. 1 burgemeester op 1500 inwoners. Iedereen kent hem. Dat bestuur op die manier dichtbij komt, klinkt natuurlijk ook goed. Ik denk dat van de 110.000 inwoners van de gemeente Ede er ongeveer 100.000 de burgemeester van Ede wel kennen. Dat is geen discussie. Dat is geen discussie. Dat is de redenering, die kan wel opgaan. Maar ik kan ook niet elke individuele burger spreken hier. Ja, ik ben er alleen maar een voorstander van, omdat het kan leiden tot een betere dienstverlening voor de inwoners. Je wordt ook minder kwetsbaar als je een stevige gemeente bent. Als wij hier nou kijken, de gemeente van 24.000 inwoners, hebben we 1 ambtenaar voor openbare orde en veiligheid. Ja, als die 2 weken uitvalt door griep, dan zijn we wel mooi de klos. En kwetsbaarheid, daar kan de Kloe over meepraten. Maasdriel was met zijn 24.000 inwoners al voor zijn komst bekend vanwege wanbestuur. Als je elkaar te goed kent en als je te dicht op elkaar zit, is er ook heel makkelijk iets van belangenverstrengeling. Of, nou, dat regel je dan wel even voor mij, want ik ken jou heel goed. Wie met wie? In de praktijk is het wisselend. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over gevoel.
als ik nu kijk naar Culemborg, een inwoner van Culemborg, herkent hij zich ook in datgene wat er in Opheusden gebeurt. De karakters, de sociaal-culturele verschillen tussen die twee zijn immens groot. Onze buurgemeente is Renswoude. Nou, Renswoude is iets groter dan Roosendaal. Die hebben zich kapot gevochten om een gemeentelijke herindeling tegen te houden met Scherpenzeel en met Woudenberg. Daar zijn ze ongeveer 20 jaar mee bezig geweest. En dus is de discussie nog lang niet over. Het gaat het Rijk maar om één ding, dat is de taken die worden gedecentraliseerd, dat die naar behoren kunnen worden uitgevoerd. En daar is een gemeentelijke herindeling niet voor nodig. Het staat niet dicht bij de mensen wanneer je het op deze manier gaat doen. Het Haagse papier is heel geduldig. Laten ze zich nu richten op de verbetering van de economie. Ik heb al zoveel regeringen met prachtige bestuurlijke hervormingen zien komen. Ze zijn geen van alle zijden uitgekomen. En deze ook niet. Net opzetten, een mistnet opzetten om de mezen te vangen die in de tuin komen om de zonnebloempitten te eten. En dan krijgt ze een ringetje om. Zo, nou staat hij goed. Nou is het even afwachten wat tot vogeltjes komen. Hoeveel vliegen erin dan? Op een dag soms wel tientallen, soms wel 40, 50. Oh, plop, daar hangt er alleen. Kijk, nu hangt er een in, onderin. Koolmeesje. Komt de andere bij, die hangt ook. Daarnaast, pimpelmees en een koolmees hangen er nu in. Nu komen er echt heel veel koolmees uit Oost-Europa. Hè? Hoe komt dat? Waarom komen ze deze kant op? Er zijn heel veel mezen door een goed broedseizoen. En vorig jaar was er ook al een goed broedseizoen. Dus er zijn nog meer mezen dan in andere jaren. En tegelijkertijd is er een schaarste aan berkenzaden en dergelijke in die landen. En ook hier is een schaarste aan beukennootjes op dit moment. Dat is het belangrijkste voedsel voor de mezen in de winter. Dus de meesten zijn echt op zoek naar eten. Wat is er nou zo leuk aan vogelringen? Nou, het is altijd spannend wat je vangt. En nu die meesinvasie is, zou het heel erg leuk zijn om ook een ring te vangen van een mees uit Rusland of uit Polen of iets dergelijks. Ik hang hem even op. Dan hangt hij lekker rustig. Deze zijn allebei nog niet geringd, dus die krijgen nu een ringetje. Ook weer een mooie volwassen vogel, dus ouder dan dit jaar. Dus de exacte geboortedatum weten we niet. En deze heeft een vleugellengte van 70, terwijl de meeste Nederlandse meisjes, de mannetjes, zo'n vleugel van 67 hebben. Dus deze is een paar millimeter langer, maar voor de hele spanwijdte, dus bijna wel een centimeter langer dan onze mees. Dus het is op basis van de vleugellengte zou je dus al kunnen zeggen dat deze uit het Verre Oosten komt vliegen. En tjilp is ook anders? Nee. Nou, mogelijk dat de koolmeesjes wel een iets ander roepje hebben dan de onze. Laatst had ik iemand die zei van, hey, ik hoor andere soorten roepjes dan anders. Dat was mij nog niet opgevallen, maar het lijkt er wel op, vooral de koolmees, dat ze wel een ander roepje hebben. En je ziet ook wel met, kijk hoe hard die bijt. Oh, dat moet pijn doen. Ja, hij knauwt ook echt. Dat is echt, je ziet helemaal de afdruk. Maar goed. Laat maar lekker los. Hij mag op zijn weg. Ja, kijk, achter je vliegt er alweer eentje in. De mensen die zijn zo dolgelukkig als je komt. Die zijn zo aan je gehecht. Ja, je hoort gewoon bij de familie. Dus die hebben nou zoiets van, moet ik weer een ander wennen? Ik wil niet een ander, ik wil jou. Ja, en dan zit je, ja. Esther Buiting, thuiszorger in hart en ziel. 12 jaar al bij Sensieren in de gemeente Montferland. Maar nu is ze boos. Heel erg boos. Want de gemeente heeft het contract met Sensieren opgezegd. Zij en haar collega's kunnen terugkomen als alfahulp tegen een lager loon en zonder vast dienstverband. Een centenkwestie, want de gemeente moet een kwart van het budget voor huishoudelijke hulp inleveren. Vorige week kwamen ze in actie. En dat is een unicum in de thuiszorg. Wij nemen je kwalijk dat u door onvolledige en oneerlijke voorlichting de mensen die zorg nodig hebben probeert over te halen om voor alfahulp te kiezen. Daarnaast neemt u mensen die zorg nodig hebben uren af door ze herindiceren. Een stukje Esther uit de toespraak die jij hield voor de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente Montferland. Nou, eigenlijk blijkt uit alles dat jij enorm grote zorgen maakt. Kun je eerst de situatie schetsen waar die zorg dan zit? Nou, de keuze is om te gaan werken in een andere gemeente, een andere provincie.
zijn keuze is om zelf ontslag te nemen en bij een andere zorgaanbieder te gaan werken. En hoe erg is dat dan eigenlijk? Want je denkt, nou oké, is anders georganiseerd. Is dat erg? Ja, dat is heel erg. Wanneer ze al die cliënten raken hun vaste hulp kwijt. Behalve als ze dan voor Alpha zouden kiezen. Ze hebben natuurlijk wel de kans als ze een andere zorgaanbieder kiezen, dat ze de cliënten mee kunnen nemen. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Maar ze moeten wel voor minder geld gaan werken. Is dat vooral het probleem voor jullie? Ja. Ja. Dat je salaris. Wel aan het werk kunt blijven, maar dat je salaris moet inleveren? Ja, absoluut. Toch zou je zeggen, kijk, iedereen moet bezuinigen. Het gaat gewoon niet zo goed met Nederland. Dan is het toch ook niet zo fout om op de thuiszorg wat te bezuinigen? Het kan best een beetje minder. Maar mensen die huishoudelijke zorg nodig hebben, kunnen niet in één keer die hulp gaan afpakken. Dat het allemaal wat minder moet, is prima. Maar de regering wil dus de thuiszorg afschaffen. Alleen mensen die het echt niet kunnen betalen, die krijgen dan nog een beetje hulp. En de rest zeggen ze van, ja, dan moet de familie maar inspringen. Maar je weet zelf, in de praktijk werkt dat niet zo. De familie is heel blij met ons. Het is een baan die jou echt helemaal in je hart zit ook, ja, hè? Maar anders doe ik dit niet. Nee. Kun je dat eens uitleggen wat er zo prachtig aan is? Nou, het is vooral het omgaan met mensen. De dankbaarheid. Zo gelukkig dat iemand aandacht aan hun schenkt. Hè? Dat er gewoon iemand is die waar je luisterend oor aan biedt. Die met hun problemen zitten. Die nergens meer bij de familie met die problemen terecht kunnen. Omdat ze niet gehoord worden. En ja, je hebt gewoon een vertrouwensband met zo'n persoon. Dus ja, je kent mensen onderhand door en door. Vooral als je ergens 4, 5 jaar werkt. Ik kom 2 keer in de week. Dus ja, dat is het wel. Ja. En die zijn ook heel blij met deze actie. Zijn er concreet mensen die je ook in je hoofd hebt als je eraan denkt, god, als ik daar wegga, dat is echt heel erg? Ja. Ja? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik werk bij een man in Stockholm. En dan werk ik 4 jaar en die woont alleen in een groot huis. Ja, en die heeft dan wel familie die af en toe een keer komt. Maar ja, met mij heeft hij zoiets van, ja. Hij vindt het echt heel geweldig. S'morgens heeft hij broodjes klaarstaan met koffie. En hij vindt het super, hij komt. Natuurlijk dat het in het huis wat gedaan moet worden. Ja, dat is allemaal bijzaak. Zeg ik, ja, nee. Ik probeer altijd wel een goede compromis te sluiten met hem. Hè. Dat wel de boel bijgehouden wordt. Dus en als ze hem dadelijk de uren gaan afpakken, kan gewoon niet. Dus vooral het feit dat hij, ja, hij wordt ook ouder. En hij gaat qua gezondheid ook achteruit. En ja, zoiets van, hoeft het mij niet meer. Er zijn heel veel mensen die anders vereenzamen. Die anders in versmeren. En zo is het. En als je bij oude mensen komt, die vinden het nut niet meer vanaf nou 1 keer in de week of 1 keer in het half jaar doen ze. En dat is wel onze taak. Om die mensen toch, toch een beetje op een normale manier oud te laten worden. Ze zien wel ook dat de mensen lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En daar hebben wij altijd voor gestreden. En dan wordt er gewoon door één beslissing, omdat ze bezuinigen op de WMO, dat hebben ze dan besloten, hebben ze gewoon alles de grond in geboord. Dus, ja. Ja, is het ook omdat je er zo hard voor hebt gestreden en nu eigenlijk moet zien dat dat... Nou, het is mooi dat je nu eigenlijk gehoord wordt. Wat zou jullie nou willen? Wat moet er nou gebeuren volgens jullie? Je zou willen dat voor alle collega's een fatsoenlijke oplossing gevonden wordt, ja. Dus het hele alfa-gebeuren van tafel. En dat ze de gemeente met een degelijke zorginstelling in zee gaat, ja, om voor iedereen die oplossing te bieden. Ja, dat we allemaal zoiets hebben van, ja, dit klinkt goed en dit willen wij graag. En dat ze dit werk kunnen blijven doen. Straks het Flex College in Nijmegen. De reddingsboei voor leerlingen die in het gewoon onderwijs vastlopen. Een luciferdoosje. Weet u nog, daar moest je geld in stoppen en dat moest je dan inleveren bij het postkantoor. Op 26 november is het precies 50 jaar geleden dat heel Nederland aan de buis gekluisterd zat voor de actie Open het Dorp. En dat wordt hier eind deze maand heel groot gevierd. In Gelderland maakten een drieluik over verleden, heden en toekomst van deze bijzondere woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Dag, fijn gekaard. Fijn gekaard.
één keer gewonnen. Gewonnen. En één keer gewonnen. Oké. Geweldig. Want heel in het begin, in het dorp, dan kwam altijd hier elke week hele bussen vol met plattelandsvrouwen hier. Dan komen ze bij, naar Burgers Zoo, nee, Burgers Boes was dat nog. En dan komen ze gelijk hier even kijken. En dan noemen wij, de bewoners, dan schertsen van, nou gaan ze de aapjes kijken van dokter Klapwijk. Dokter Klapwijk, het was zijn droom. Een leefgemeenschap voor gehandicapten. Een eigen dorp waar ze zo zelfstandig mogelijk konden leven. Een revolutie, want gehandicapten werden in die tijd weggestopt in instellingen, ver weg van de samenleving. Hij geeft mij die zelfstandigheid, ondanks mijn beperking. Heb ik toch een heel fijn leven dat ik met mijn beperkingen zelfstandig kan wonen hier in het dorp. Ja? Wil je gewone thee? Wacht even, ik wacht heel even. Bosvruchten. Ja. Nee, André wisselt tegenwoordig. André, val je van je geloof, jongen. Ja, ja. Ik ben begonnen als assistent verzorgende op de Plaggenweg. Daar heb ik ongeveer 20 jaar gewerkt. Ja, ik ben hier terechtgekomen en ik vond het werk leuk en het bleef leuk. En ja, toen de afwisseling van het secretarieel werd. Werken kan ik niet zeggen, want ze heeft nog niks gedaan. Nee. Zullen we dan wisselen? Ga ik puzzelen de hele morgen? En dan ga jij optekenen? Ja. Ja? Nee. Nee, toch maar niet. Ik denk dat je hier toch wel een goede maand mee bezig bent geweest. En dat zijn dingen die maken we dan. Kijk, je tekent het op van Cabon. En dan komt dit zo eruit te zien. Als je dat zeg maar gebrand hebt. Nou ja, en dan op een gegeven moment ja, dan wordt het geschuurd en dan gaat het ingeschilderd worden. Alvira, let erop als je de brander gebruikt. Dat je, je hebt hem nou gedraaid. Hè? Je hebt de punt iets. Probeer de puntjes boven te houden, want dan heb je dat zachte puntje. Oh ja, dat moet beter. Oké. Ja. Dit noemen we de binnenstraten. Het is een overdekte binnenstraat, hè? De straat. De hoeken zijn hier rond, zodat het goed te overzien is, ja. Op het dorp zelf woon ik al 43 jaar. Ja. Dus vanaf 1969 meer heb ik een aangepaste keuken met een hoog en een laag aanrecht. En dat doe ik door middel van zo'n knopje. Dit. Dan gaat het, doe ik hem zo omhoog, dan komt hij heel langzaam omhoog. En dan doet hij het even. Ja, gaat hij heel langzaam omhoog. Eerst zat ik 2 jaar voor revalidatie aan de overkant op de Klimmendaal. En daarna, ondertussen werd het dorp hier gebouwd. En toen werd via maatschappelijk werk werd gevraagd van, is het dorp misschien niet iets voor u? Ik nou, kan altijd proberen. En nou, heb ik het niet naar mijn zin, kan ik altijd nog terug naar Smilde. Maar ja, ik heb het toch gedaan, geprobeerd en het beviel me heel goed. Dus ik ben blijven hangen. Ik heb Adi leren kennen, dus ja, blijven hangen. Veel van de idealen bleken uiteindelijk niet houdbaar. Zo zijn een aantal voorzieningen die het dorp oorspronkelijk had opgegeven of inmiddels in beheer bij SISA, de zorgverlener waar het dorp onder valt. Nou, bijvoorbeeld de kringloopwinkel, wat mijn man en ik hebben opgestart. Door bezuinigingen zijn ze genoodzaakt om het allemaal in eigen beheer te doen. Maar het is natuurlijk niet fijn voor ons. Maar goed, zo gaan de zaken zoals ze gaan. Dit is mijn werkplek. Elke woensdag werk ik hier achter de kassa. Voelt het nog wel een beetje als van u? Klein beetje nog. Klein beetje nog. Vroeger had je zorgen voor. Dus alles werd gepland, geregeld en voor de bewoner gedaan. En ik denk dat we nu veel meer spreken van zorgen met. Wil je nog een plakje ontbijtkoek? Nee. Dus samen ga je kijken van wat is het beste voor de cliënt.
En ja, hoe kun je dat samen uitvoeren zonder dat je alles kant-en-klaar voorschotelt? En ik denk dat dat wel een hele belangrijke verandering is in, mijn afgelopen 25 jaar, zeg maar. Ja. En ja, daardoor wordt het voor de cliënt steeds meer, het wordt mijn leven en niet het wordt, ik word geleefd. Had jij verder nog couriersklussen? Nee, verder niet meer. Nee, schone was? Nee, oké. Okay. Nou, dan zien we elkaar niet meer. Fijn weekend. Jij ook. Joe, doei. En dan waren we bijvoorbeeld hier toevallig in de winkel boodschappen aan het doen. En dan komen die dames op ons af, stoppen onze gulden in de hand om een snoepje te kopen. Nou, dat was eigenlijk heel grappig. En als we dan s'avonds weer bij elkaar zaten, onder de koffie. En dan de een na de ander heeft zo'n verhaal. En dan liggen we in een deuk, hè, met elkaar. Dan ga ik erin knijpen. Ja, ik laat alles wat vallen. Ja. En ja, door de techniek kan je gewoon een zelfstandig leven leiden. Je hebt alleen wat meer obstakels. Veel, heel veel aandacht en een positieve benadering. Dat is de manier waarop het Flex College in Nijmegen vastgelopen leerlingen alsnog aan een diploma en een plek in de samenleving wil helpen. Het is een laatste kans voor kinderen die het in het gewone onderwijs niet redden, maar voor wie speciaal onderwijs ook geen optie is. Goedemorgen, fijne dag. Morgen. Goedemorgen, dames. Doe maar niet zo vol, hè? Nou, het is wel een mooie nieuwe dag. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Morgen. Hoe voelt dat zo, de leerlingen verwelkomen? Nou, dat doen we dagelijks. Hartstikke mooi. Leerlingen voelen zich gezien en ja, worden dus ook letterlijk gezien. Op deze manier proberen we de leerlingen alvast een warm welkom te heten. En leerlingen ervaren het in mijn optiek in ieder geval als prettig. Dat is wat ik zo terugkrijg. Motiveren. Het klinkt in alles door op het Flex College in Nijmegen. Een positieve benadering om leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen op te vangen. Geen school waarvoor je je kunt inschrijven, maar een tussenvoorziening voor overbelaste jongeren. Jongeren die niet kunnen functioneren in het reguliere onderwijs, het VMBO of het MBO. Op hun oude school liepen ze vast met hun problemen. Hier krijgen ze een tweede of misschien wel een derde kans om na 1 of 2 jaar met een diploma van school te gaan. Om werk te vinden of om door te leren. Leerlingen als Dennis. Ik ben hier op school om metaal te leren. Ik wil later zelf politieagent worden. Dus ik hoop dat ik slaag dit jaar. En verder met mijn diploma naar de politieacademie kan. En Sylvana. Zo goed? Ja, prima. En toen had ik nog niet echt, zeg maar, een doel wat ik wil worden. Dus toen was het allemaal nog onzeker en wist ik ook niet wat ik wou en alles. En nu weet ik het wel en nu vind ik het ook echt leuk om alles te doen. En jouw doel is? Eerste hulp, verpleegster eerste hulp. Oké, meiden, jullie hebben vorige week instructies gehad. Haren wassen, feunen en manicuren. Daarbij hebben we geoefend klanten ontvangen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je weet hoe je iemand netjes moet ontvangen. Hè? En hoe je iemand in een stoel moet zetten en hoe je je voor moet stellen aan mensen. Dus dat gaan we vandaag oefenen. Ik zou haar eerst even installeren in de stoel met een kopje thee en een tijdschrift, ja, zoals we dat geoefend hebben. En dan doe jij rommel hier een beetje en dan zeg je, je kunt nou met me meekomen en dan zet je haar in de stoel. Oké. Okay. Ja? Goedenochtend, ik ben Sylvana en ik ga vandaag, ja, wat wilt u? Ik wil graag haren wassen en feunen. Oké, okay, nou, dan kunt u hier gaan zitten. Kan ik uw jas misschien aannemen? Dank u. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik was veel ziek. En daarom werd ik nergens aangenomen, zeg maar. En nu zit ik hier. En als u een hoofd naar achter doet, zit u dan nog steeds goed? Ja, eigenlijk wel. Ja? De huisarts die zei dat het stress was. Dus, maar verder weet ik ook niet echt wat het kan zijn. Het is wel goed zo. Ja? Ja. Ik heb het altijd een enorme uitdaging gevonden om juist dat deze kinderen weer zin krijgen om naar school te gaan en zin krijgen om te leren. En dat is iets wat ze dus, ja, wat je probeert met ze. En dat is iets wat wel vaak lukt. Bij mijn andere school was het ook van een stuk of 20 leerlingen in 1 klas. Ja, dat was wel moeilijk voor de aandacht ook om dingen te begrijpen.
mijn concentratie, dat was het meeste waar ik problemen mee had, ja. Het Flexcollege is een samenwerkingsverband tussen het voortgezet onderwijs en het ROC in Nijmegen. Er zitten ongeveer 160 leerlingen die geen indicatie hebben om bijvoorbeeld een plek in het speciaal onderwijs te krijgen. Maar ze hebben dus wel veel en bijzondere aandacht nodig. We proberen die jongen gemotiveerd naar school te laten komen. Jij mag daar werken, bijvoorbeeld in een horecaomgeving of zorg en welzijn of in een techniek breed omgeving. Daar mag jij werken, maar wat we van jou verlangen is dat jij leert hoe je straks in de toekomst jezelf staande kunt houden in de maatschappij, bij die baas, om de dingen te doen die nodig zijn om verder te kunnen. Ja, je krijgt dus zelf meer aandacht naar je toe, snap je? En dat is wel heel belangrijk, vind ik ook zelf voor mij. Ook heb je veel concentratieproblemen, je moet toch lessen blijven volgen. En als ik iets niet begrijp, dan steek ik mijn vinger op en dan wordt het gewoon goed uitgelegd. Ja, dat was vroeger anders. Dan zeggen we, ja, Dennis, doe je ding maar en zie maar hoe je eruit komt. En dat zijn wel belangrijke zaken waardoor die jongeren ook zoiets hebben van, ja, ik zit niet meer in dat oude stramien van alleen maar gecorrigeerd worden, alleen maar gewezen worden op dat wat allemaal niet zo goed ging. Dat weten we nu wel. Maar ik zit nu ook in een omgeving waarin dat minder van toepassing is en waarin bij mij ook de positieve kant en de goede kant ontdekt worden. Dennis en Sylvana hebben het in ieder geval naar hun zin. Ja, ik vind het wel aantrekkelijk voor mezelf ook. Ik ben toch een beetje met mijn handen bezig. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, wat is hier leuk aan kappen? Ja, gewoon, je bent een beetje tussen de mensen. Het wordt nooit saai op het Flexcollege, waar ze in de kleine klasjes te maken krijgen met grote problemen. Er gebeuren altijd dingen waar je meteen op in moet spelen. En of er komt een leerling huilend klas binnen, of een leerling is chagrijnig, zegt ik heb gezin, ik doe niks. Of iemand is verdrietig of boos, of er zijn dingen aan de hand in de klas waar je gewoon iets mee moet. Je kan niet zeggen van, nou, sorry jongens, daar doen we niks mee, we gaan met de les beginnen. Je weet het, hè? Vingers in elkaar en lekker masseren op dat hoofd. En hier achter in de nek, lekker masseren, ja? Ja. Er zijn ook kinderen met een enorm spijbelverleden, heel veel verzuimd. En je ziet toch, als je daar gewoon echt een heel strak plan op maakt en ze iedere dag belt als ze er niet zijn, bij wijze van spreken uit bed belt. En, want ouders zijn ook vaak onmachtig, hè, om die kinderen naar school te krijgen. Dat je dan toch op een gegeven moment resultaten ziet. Ja, als je ziek bent, zo dan bellen ze hoe het gaat en wanneer je misschien naar school kan komen weer. Ja, en is dat prettig? Ja, ik vind dat wel fijn. Dan wordt er ook meer op je gelet, zeg maar. Ik vind het hier veel fijner dan op mijn andere school. Ik kan er ook echt, ik ga ook met zin naar school toe. Teruggaan naar hun oude school is geen optie. Maar zo'n terugkeer was wel het uitgangspunt van het Flexcollege. Daar komt niet veel van terecht. Dat gaat niet goed. Nee, wij zijn in een OPDC en daarin is de eerste opdracht: stuur je jongeren zo snel mogelijk terug naar het regulier onderwijs. Maar we hebben ervaren dat in echt het overgrote merendeel van de gevallen niet lukt. We hebben een aparte afdeling op deze locatie, die heet de Rebound. Nou, dat woord zegt het al, zo snel mogelijk terugkaatsen dat regulier onderwijs in. En ook daar merken we dat het moeilijk is deze jongeren hun plek terug te geven in de school van herkomst of een vergelijkbare school voor regulier voortgezet onderwijs. Ik voel me nou hier gewoon ook thuis, veel beter dan ook op een andere school. Ja, ik voel me gewoon beter. Maar teruggaan, dat zit er niet in? Nee, dat is voor mij geen oplossing. Het Flexcollege is het uiteindelijke resultaat van 8 jaar verschillende opvanginstanties. In die jaren zijn er zo'n 300 leerlingen aan de voortgezet onderwijskant afgezwaaid met een diploma. Bij de ROC-leerlingen is dat percentage een stuk lager. Maar toch overheerst het goede gevoel. Ook al zouden ze zonder diploma de school verlaten. De begeleiding naar een werkplek in de maatschappij wordt dan al gezien als een mooi resultaat. De jongeren zouden, wanneer ze niet hier opgevangen worden, waarschijnlijk voor een groot deel op de straat terechtkomen. En zouden ten onder gaan, ja, in het anonieme, wat wij liever niet hebben. En wat Summer liever wel teruggeeft, is haar koep. Maar dat ging niet meer lukken. Ach, morgen weer een nieuwe kans. Dit was in Gelderland. Tot slot nog even dit. Hey.
Helaas is uw verbinding om technische redenen verbroken.